Clint, jij baalt. Hoe erg? Ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. Als je zo goed speelt tweede helft en PSV eigenlijk hele wedstrijd of hele tweede helft onder druk zet. En ze komen er één keer uit. En vorige week was het bij Fortuna nu bij ons. En, zo frustrerend dit. Voor jou was het natuurlijk geen flashback, maar voor een heleboel medespelers wel. Is er gewaarschuwd in de rust? Je weet dat ze het kunnen in de laatste minuut. Ja, we spelen nu met 7 andere spelers natuurlijk. Maar er is wel over gesproken natuurlijk van vorig jaar. Dat je het ook zo veel beter was dan PSV, hier thuis. En dat hem dan ook opeens, dan ligt hij ook opeens het mandje in de 90ste minuut. En dat was nu weer het geval. En dat is natuurlijk ook kwaliteit van PSV. Maar dat het zeker voor de jongens, dat is een flashback is natuurlijk. Maar we blijven op 0 punt staan en dat is denk ik het allerzuurste. Hoe verrassend vond jij het dat jullie in die tweede helft nog zoveel grip kregen op die wedstrijd? Want PSV kwam eigenlijk heel pover die kleedkamer uit. Nou, eerlijk gezegd vond ik het niet heel verrassend. Maar ik weet dat wij heel goed zijn en zeker met thuispubliek erachter. Maar ik vind dat wij PSV gewoon bij de strot hebben gepakt. En wij kunnen dat. En de punten gaan echt wel komen. Als wij zo tegen de kampioen spelen, dan gaan die punten vanzelf komen. En dit is gewoon echt een hele goede wedstrijd van ons. Ja, maar dat je dan zo met lege handen staat, dan doos de stilte net in de kleedkamer. Ja, want precies, dat kan ik me voorstellen. Want voor een heleboel spelers moet dit nogal confronterend zijn. 3 wedstrijden op rijverlies. Jullie zijn vorige seizoen ook niet goed afgesloten. Maar jij zegt eigenlijk, dit staat hier absoluut geen symbool voor. Wij komen er wel. Nou ja, als je ons tweede helft ziet spelen, dan lijkt mij dat we gewoon lekker bij elkaar moeten blijven. En op deze manier doorgaan. En als je de kampioen zo onder druk kan zetten, zoveel kansen kan creëren. De bovenling in de partij bent, dan denk ik dat we ons helemaal geen zorgen over hoeven te maken dat wij tegen degradatie moeten gaan vechten ofzo. Hoe kan het contrast zo groot zijn tussen die twee helften? Want de eerste helft, met name verdedigend, ging het af en toe echt heel moeizaam. Ja, natuurlijk. Kijk, als je Space weer zoveel kans krijgt, maar het staat maar 0-1. Ja, dan gooien wij de schroom van ons af. Druk ligt bij PSV natuurlijk, die moeten winnen. Ja, dan laten wij gewoon in de tweede helft zien dat wij ook goed kunnen voetballen. En dat we PSV ook terug uit kunnen dwingen. Maar wat ik zeg, laatste minuut. Ja, kwaliteit van PSV. Ik heb het er vorig seizoen ook al een paar keer met jou over gehad zelfs. Want ik weet van jou dat je ook een PSV-hart hebt natuurlijk. Is het dan een heel klein percentage van jou dat denkt, ze doen het? Nee, totaal niet. Niet stiekem? Nee, want ik wil, natuurlijk wil ik dat ze kampioen worden, maar tegen ons tel maar voor 1 ding voor mij en dat is dat wij zelf winnen. En ik had liever hier zelf gewonnen van PSV natuurlijk, maar dat lijkt me logisch. Oké, dankjewel man.